Hallo allemaal, mijn naam is Nova en welkom aan mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een video voor jullie. Sorry dat er vorige week geen video was. Het spijt me, ik heb eigenlijk geen excuus. Ik ben wel vergeven en vergeten, laten we verder gaan. Vandaag ga ik iets doen wat ik eigenlijk niet echt ooit heb gedaan. Misschien ooit een keer, maar dat is reageren op reacties. En voordat de video begint, doe alvast een duimpje omhoog voor leuke reacties. Want ja, die komen er nu aan. En vergeet ook niet te abonneren alvast. Hè? Doe dat even, kun je gewoon hieronder. Hè? Ja, oké, laten we gaan. Doei! Ik krijg soms interessante reacties. En die ga ik vandaag lekker voorlezen en lekker reageren. En zo. Ik moet zeggen dat ik echt blij ben. Nou ja, of weer niet. Dat ik echt niet echt haat, heel veel haat kon vinden, zeg maar. En aan de ene kant is dat een mooi iets. Maar aan de andere kant is het minder voor deze video. Maar ik heb mijn best gedaan. En dit zijn de bijzondere reacties die ik af en toe krijg. Oké. Nou, laten we beginnen. Ik ging dus gewoon beginnen met mijn laatste video. Hallo, ik heb een vraag aan u. Dit zou ik liever privé willen doen. Als u dat wilt, laat het dan weten. Dan kan ik u privé spreken. Groetjes Pepijn. I love CubeCraft. Bedankt voor je reactie. Op zich heb ik niet de behoefte om een privégesprek met jou aan te gaan. Er bestaat ook zoiets als DM. Dus als je mij zo nodig iets moet vragen, dan kan dat natuurlijk helemaal gratis via Insta DM. Ja, je weet nooit. Je kan lekker in mijn DM sliden, maar gegarandeerd is niet dat ik op je ga reageren. Oké, nu wordt het sappig, jongens. Klakkert Kalken. Wat een topnaam, zegt. Je bent echt een dikke kuthoer. En dit is onder mijn 50.000k video. Ja, daar kun je echt wel op maken dat ik echt een dikke kuthoer ben. Dat ben ik er wel echt met je eens, trouwens. Patricia Pai zegt. What the fuck, ik heb nooit op je gesubt. Je koopt subs. De enige subs die ik koop zijn van de Subway. Deze reactie vond ik aan de ene kant lief, maar aan de andere kant een beetje creepy. In de aula doen wij altijd hashtag zoek Nova. Dus dat wou ik even zeggen. Je bent echt super en ik ben echt super fan. Oké. Blijkbaar zijn er dus mensen bij mij op school die er een spelletje van maken om mij te zoeken in de aula. Dus blijkbaar vinden mensen het heel interessant om mij te zoeken terwijl ik een broodje pindakaas hagelslag naar binnen aan het werken ben. Maar hey, dat is jouw keuze. Daar ga ik niet over. Dus doe wat je moet doen. Ja, hè, meid? Dit is onder de karaoke challenge video's. En hier zeg ik altijd in het begin altijd van, jongens, even een disclaimer. Ik ben geen zangeres. Ik vind het leuk om te zingen. Bla bla bla. Lekker zingen ga ik dan. En, en elke keer krijg ik nog deze reacties. Waarom zeg je dat je niet kan zingen? Je kan namelijk echt fucking mooi zingen. Wat een aanval ten eerste. Ten tweede, ik heb nooit gezegd dat ik niet kan zingen, jongens. Ik heb echt 10 van deze reacties gezien. En dan denk ik van ja, hè, luister dan ook een keertje. En ja, de ene helft is van, goh, ze denkt wel dat ze echt goed kan zingen. En dan is de andere helft zo van, waarom zeg je dat je niet kan zingen? Je kan wel zingen. Ja, hè, de endless cycle. Hier moest ik echt om lachen. Iemand reageerde onder die video, de karaoke challenge. Like als je vindt dat Nova goed kan zien. En ik ben zo kut, ik heb gereageerd. Ik heb best een goed zicht, ja. Iemand moet me echt mij stoppen. Ik vind deze video zo leuk. Alleen, waarom scheld je met kanker? Want kaulo betekent kanker. Oh, deze reactie. I was so confused. Hoe kunt jij Spaans mannen? Ik neem aan dat het een Vlaams iemand is, maar ja. Op zich ben ik niet Vlaams, dus ik begrijp dit niet helemaal. Is mannen. Hoe kunt jij Spaans mannen? Is mannen. Is dat een ander woord voor spreken? En trouwens, iedereen zegt, wat kun jij? Goed Spaans, zeg. Maar ik kan helemaal geen Spaans. Hè? Nog zo eentje. Je zegt dat je geen zangeres bent, maar je bent zeker wel een zangeres. Nou meid, als ik een zangeres zou zijn, zou ik dat denk ik zelf wel doorhebben of weten. Dus nee. Oh, dit is zo'n onschuldige reactie. Weet iemand misschien wat IDD betekent? Oké, en daarna zegt dit escaleert zo quickly. Dan zegt iedereen, IDD is inderdaad. En dan reageert die eerste weer van, bedankt schat. Heb je zin om in mijn bed te rollen samen met mij? LMAO.
Zo, dat pakte zo snel uit. Bliep, bliep. Eerst like, dan kijken. Dat ruimt niet. Oh, wat heb ik een hekel aan dit soort reacties. Dit is Nova. Ze is 0 jaar oud en bij elke like wordt ze een jaar ouder. Hoe oud wordt Nova? 23 likes, dus blijkbaar ben ik dus 23 volgens deze inhoudelijke goed doordachte reactie. Ik weet zeker dat deze Rea niet wordt vastgezet. Nou hè, hoe raad je het? Oh, weer zo'n inhoudelijke reactie. Je hebt lang haar. Oké, deze reactie gaf mij echt breinpijn. Ik heb hem echt 6 keer doorgelezen, maar ik snap hem nog steeds niet. Wil jij misschien 1 video per maand maken? Speciaal voor in de avond. Dus met andere woorden, want ik slaap later dan de rest van mijn familie. En hey, fijner dat het geluid zachter is. Hey, nou kijk, dan heb ik dus een tip voor. Dat, kijk, hè? Hè, ja. Oké, lol. Dit is onder mijn dansvideo. Nou, dansvideo. Ik probeer videoclips na te dansen. Nou, hartstikke leuk. Lekker gaan. En iemand reageert. Je doet echt zo van, ik kan goed dansen. Maar ik zeg van, maar van niet. Dus what the fuck. Je danst niet eens strak of zo. Ja, sorry, maar ik vind het niet zo goed. Lof die spelling van tegenwoordig. 16 likes. Fuck. Oh, echt even janken. Lol, boeien. Me. Ben jij Bepan? Nee. Kie. Dit is onder make-up op zijn Nova's. Nou, echt gieren. Je bent helemaal niet lelijk hoor, zonder make-up. Leuke video trouwens. Love you. Thanks. Dat ik helemaal niet zo lelijk ben hoor, zonder make-up. Oké, love it. Ik heb weer een haatreactie gevonden. Best friends forever, zegt... Kutwijf. Bitch slet hoer. Je praat niet als een Brit Engels. Je bent echt psychisch. Je hoort in een gesticht. Oké. Ja, want jij praat Engels. Jij hoort echt in een gesticht. Hè? Oh, nog één. Wat een parel. Ik haat jou. Je net zo dom. You too. Love jou. Jij bent tenminste echt. Oh. Dit was toen ik mijn haar ging verven. Bij deze kleur haar zie ik veel meer Nova. Ja, want de helft van mij was gewoon verstopt. Totdat ik mijn haar echt gewoon veel te donker liet verven. Toen was ik in één keer tevoorschijn gekomen. Hoe is het mogelijk? We kunnen wel de conclusie trekken dat we na deze video minstens 5 hersencellen zijn kwijtgeraakt. Maar hè, daar doen we het voor. Dus ja, echt zeer bedankt voor deze samenhangende, inhoudelijke, veelzeggende reacties. Daar leef ik voor, daar doe ik het voor, jongens. Wat is de domste reactie die jullie ooit hebben gezien? Want ik vind dat zo, ik kan er echt van genieten. Maar ja, bedankt weer voor een nieuwe invulling van mijn zondagochtend. Het lezen van rare reacties onder mijn eigen video's. Vergeet niet te liken, te abonneren en iets leuks te reageren. Vergeet mij ook niet te volgen trouwens op Instagram en Snapchat. Want dat zeg ik letterlijk nooit in mijn video's. Maar hey, doe dat even. Is leuk, is fun. Ik post nog wel eens wat. Ja, hè? Doe het lekker. Oké, doei.